Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 19 augustus 2016. Dit is de bulletin van vrijdag. Deze uitzending hebben we morsen en een speciaal vandaag geschoten fotocollage in SSTV mode PD90. Ja, ik meld vaak de nieuwe middengolfzenders. Ik weet niet zeker of ik Radio Emmeloord al genoemd had op 747 kHz. Ja, en dan verder. Dordrecht krijgt een DMR-repeater volgens een artikel op hamnieuws.nl. Leden van de Dordtse Elektronica Club, PI4DEC, zullen binnenkort een DMR-repeater plaatsen. De repeater is reeds in bezit en een aanvraagprocedure voor de ATOF loopt momenteel. Naar alle waarschijnlijkheid zal de repeater aansluiten op het landelijk dekkende brandmeesternetwerk. De repeater maakt gebruik van de frequentie 438-250 en een ingang uiteraard van -7,6. Gebruikte callcode is 2. En de repeater die staat momenteel bij PA1ER thuis en die wordt getest. Het is nog niet bekend of hij wordt opgesteld op de 40 meter hoge mast bij PI4DEC, aldus hamnieuws.nl. Ja, het is nog duidelijk komkommertijd. Ik heb zo weinig nieuws dat ik moet improviseren. En dat doe ik met een micronatieverhaal over het landje Tavolara. Toen in 1833 koning Charles Albert van Sardinië het piepkleine eilandje Tavolara, dat aan de noordwesthoek van Sardinië ligt, met een staatsbezoek vereerde, erkende hij daarmee de facto Giuseppe Bertolioni als soeverein monarch van het eilandje. Tavolara werd daarmee erkend als het kleinste koninkrijk dat ooit heeft bestaan. Het eiland is 5 kilometer lang en 1 kilometer breed, met een hoogste punt van 565 meter boven zeeniveau. Nadat de koning van Tavolara stierf, erfde zijn zoon de titel en werd zo koning Paolo I. Nadat Paolo in 1886 overleed, werd het eiland een republiek. In 1895 werd de monarchie echter weer in ere hersteld. Alle vorsten van het eiland daarna waren ook afkomstig uit de Bertolioni-familie. De huidige koning, Carlo II van Tavolara, is tevens Italiaans staatsburger en hij runt Tonino, het enige restaurant op het eiland dat alleen tijdens de zomerperiode open is. De politieke en internationale belangen van Tavolara worden behartigd door prins Ernesto Geremia di Tavolara vanuit La Spezia. Het eiland is volgens Italië overigens officieel onderdeel van Italië, maar is nooit officieel door Italië geannexeerd. Daarnaast zijn er documenten uit 1767 waaruit blijkt dat het microstaatje ook nooit onderdeel is geweest van het Koninkrijk Sardinië, waardoor het nu nog steeds onafhankelijk zou zijn. De situatie is enigszins vergelijkbaar met het landje Seborga. Het Verenigd Koninkrijk heeft overigens als enige land de erkenning van Tavolara als onafhankelijk land nooit ingetrokken. Ja, toch maakte het land eigenlijk gewoon de facto deel uit van de Republiek Italië. Zo kon het eiland in 1962 voor de helft tot militair gebied worden verklaard, waarna het grootste deel van de bevolking, inclusief alle schaapskuddes waar het eiland onbekend was, naar Sardinië moesten verhuizen. Een oude Sardijnse legende luidde ooit dat de schapen van Tavolara geboren zouden worden met gouden tanden. In het alleen voor militairen toegankelijke noordwestelijke deel van het eiland is een NAVO-basis gevestigd met een radiogoniometriestation ter behoeve van plaatsbepaling van zenders. Verder bevindt zich op het eiland een zendstation ICV waarmee ultralange golffrequenties 20,27 en 20,76 kHz boodschappen naar onderzeeërs onder water gestuurd worden. De antenne hiervan is net als de antenne van het radiogoniometriestation al vanaf grote afstand zichtbaar. De signalen van ICV kunnen met behulp van FFT-software en een ferrietantenne eenvoudig via de geluidskaart van een PC hoorbaar worden gemaakt. De uitzendingen kunnen echter niet eenvoudig worden gedecodeerd. Op Tavolara wonen tegenwoordig slechts enkele families. Het eiland en de omliggende wateren zijn sinds 1997 onderdeel van een beschermd natuurgebied, waardoor het toerisme beperkt is. De kalkstenen kliffen van het eiland zijn populair bij duikers en op het eiland vindt jaarlijks een filmfestival plaats. Ja, denk tenslotte nog even aan het International Lightship and Lighthouse Weekend, het ILW, de komende 2 dagen. We hebben er al de nodige aandacht aan besteden. Vanavond om 22:30 is weer de lange uitzending via PI3 UTR met een herhaling van de meest recente 5 Daily Minutes uitzendingen van deze week en amateurnieuws in het Duits en in het Engels.
Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2 NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De nieuwsuitings in de Daily Minutes worden volgens professionele journalistieke principes samengesteld, vergelijkbaar met zoals het bij een vakblad op papier gebeurt of bij een krant.